Caravaggio, dat brengt me terug naar 1991, eerste kan Romaanse filologie, maandagochtend, 3 uur lang, Katelijne van der Stichel als prof, en dat was een tractatie. En zij ging meteen door tot ongeveer 1600. Dus op de valreep hebben we toen nog Caravaggio mogen meemaken. Meemaken is wel het woord. Wat ik me nog herinner is de bekering van Saul, of Saul, hoe moet je dat uitspreken? Misschien Saul, het is tenslotte ook de bekering van de ziel. Je ziet op het midden van dat schilderij een paard, centraal. Dat vult bijna heel het schilderij. Ik ken maar twee indrukwekkende paardenschilderijen uit de geschiedenis. Enfin, twee waar ik nu meteen aan denk, dat is de triomfantelijke oversteek van Napoleon over de Sint-Bernardpas. Dat is David begin 19e eeuw en dan begin 17e eeuw. Deze Caravaggio, en dat is totaal verschillend bij Napoleon. Alles uitgelicht, triomfantelijk, kleuren, baf, hier ben ik, Bonaparte. Dit is het tegenovergestelde. Het is geen donker, het is een lichtpaard. En dat lichtpaard vangt eigenlijk het licht op en speelt een beetje volgspot, projecteert het licht op een man. Want je volgt het licht natuurlijk bij Caravaggio, die op de grond ligt. Daar ligt dan de gevreesde christendoder die ineens christen is geworden. Saul die Paul wordt, Paulus. En dat is denk ik wat Caravaggio zo bijzonder maakt. Dat het zijn donkere schilderijen, bruin, zwart. Maar dat hij tegelijkertijd als geen ander in die donkerte het licht een plaats weet te geven. En dus donker en licht, clair en obscuur heet dat dan. Zo fantastisch, zo fantastisch, zo ingrijpend, beïndrukkend, tegen elkaar weet uit te spelen. Dat is waar ik aan moet denken als ik aan Caravaggio denk. 1991, 18 jaar. En ik ben toen ook wel een beetje van mijn paard gevallen.